Een goedemiddag. Welkom bij Mr. Drive Drives en vandaag wat nieuws. En iets ouds tegelijkertijd. Iets nieuws, iets ouds en van alles tegelijkertijd, alles door elkaar. Wat gaan we namelijk doen? We gaan een testritje doen op... Kijk, dat gaat niet helemaal goed hier. We gaan een testritje doen op Vlietburg. Nu wel. Goed opletten. Vlietburg Extreme. En wat is Vlietburg Extreme? Dat is een iets vergrotere versie van Vlietburg. Zoals je hem kent en eigenlijk door mij afgesloten was. Maar het leven neemt soms rare wendingen. En een van die wendingen is dat ik eigenlijk geen kans zag om een regio af te maken. Maar het werk wat ik eraan gedaan heb, vond ik vrij zonde om dat zomaar weg te doen of op de reservebank te zetten. Dus ik heb ze samengevoegd. En nou, we gaan vandaag vanuit Zuiderwaard, dan gaan we oostwaarts en dan gaan we via Essenburg. En gaan we naar Waalstad. En Waalstad en Essenburg zijn natuurlijk onderdeel van de regio. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat werken. Het is nog niet overal helemaal klaar. Vooral het overgangsgebied tussen Vlietburg en Essenburg. Daar moet nog aan gewerkt worden. Moeten nog voorwerpen worden geplaatst. Dus dat is vrij open nog. Daar gaat Joker Fashion aan werken. Die gaat inrichtingswerk doen. Ik doe het technische gedeelte van de map. En zo komen we er wel waarschijnlijk. Ik ga eerst maar eens even deze bussen starten. Ga ik hem vast maar aan de halte zetten. Waarom wil die niet? Ja, dit is dus nog een proefopstelling, deze lijn. Zoals je zult merken, er staat nog een bus voor ons. Dat is, wat ik ook bij moet vertellen is dat deze map is al gebaseerd op een aanpassing van Joker Version. Die heeft de Vlietburg Breng versies op de markt gebracht. Nee, niet de markt gebracht, want dat zijn privé. Hallo. Hi. Ik moet weg. Thank you.
Alright, here we go. Ik ben benieuwd of de omroepen doen. Voor de eerste halte nog niet, want die ben ik gewoon vergeten te maken. Voor de rest heb ik ze inmiddels gemaakt. Nou ja, we gaan eens kijken. Nou, dit is helemaal open. Het gaat ingericht worden door Joker Vacation, zoals ik al zei. En de wegen hier zijn een stukje Hamburg. Dat sloot wel mooi aan eigenlijk. Hier een leuke zwevende objecten. Stoplichten moeten er nog in. Dit is dus puur een ritje om te kijken hoe of het werkt allemaal. Dit is de halte AKG-laan. Ja, ik ben tegelijkertijd aan het appen, dat is niet handig. Het lijkt nog niet te werken. De volgende halte zijn de Rijnhallen. Ik moet wel weten waar ik mijn haltes ga maken. Hier. Oh, ik rij het open. Ook goed. Hallo. Hallo. Wat doe je alsjeblieft? Ja, dat is duidelijk. Ja, ik heb een... Excuseer me, maar ik wil mijn kaartje alstublieft. Ja, die ga je krijgen, schat. Excuseer me, maar ik wil mijn kaartje alstublieft. Nou, die heb je toch? Hier. Hallo, u heeft me echt te weinig wisselgeld gegeven. Is dat zo? Hallo meneer, ik wil mijn wisselgeld nu. Rustig aan, Muts. Dank u wel. Alstublieft. Goeiedag, hallo. Hey, gozer. Ja, ja. Dat krijg je als je een aantal dingen tegelijkertijd gaat doen. Ja, dit is nog het overgangsgebied, dat heb ik dus onlangs gemaakt. En deze wegen zijn geleend uit Aken. Maar dit is eigenlijk dus een stukje vals. Ik zie hem helemaal niets meer. En vanaf hier zo, dus dit stuk hier, dat is al wat langer klaar. Dit is Rijnlandplein, Essenburg Rijnlandplein. Ik begrijp alleen niet waarom die omroep niet nou weer, maar het zij zo. Hallo. Hallo. Ook hier is nog een ander nodig om het goed af te maken. Dat mag wel hoor. Verkeersregels moeten her en der worden gezet. Je ziet auto's rijden op plekken waar dat niet hoort. Maar ja, dat heb je met de work in progress. Hè? Nou ja, dit is dus... ja, onderdeel van een regio. De map die nu door mij gecanceld is, maar onderdeel geworden is van Vliet. En de volgende halte is de Woeste Hoeve. Essenburg, de Woeste Hoeve.
Dit is ook mijn echt. Ik heb gisteren wel met AI verkeer mee gereden om te kijken of dat werkte. Nou, dat ging goed. Dus dit is wel mijn eigen eerste rit. Dus als ik het soms niet weet, wees niet verbaasd. Nou, het bevalt hier wel, dus geef mij wel zo'n hele terugpraatje, heet het ook weer, in de tour of zo. Ben je van plan rijk te worden of zo, dat je me te weinig geld teruggeeft? Ja, dat was ik eigenlijk wel van plan. Even wat centen erbij, hè, want die klopt niet. Alsjeblieft. Ik vind deze bus trouwens wel heel geschikt voor Fleetburg en Face Fleetburg Extreme versie. Hij wedijvert met de V3D versie van de Modeline City van V3D. Ik gooi het allemaal een beetje door elkaar vandaag. De volgende halte is de Wouter Buikheuzenweg. We hebben een uitstapper. En we zijn te vroeg, oké. Het grappige was, die AI-bus die kwam gisteren kwam echt te laat op een gegeven moment, terwijl die begin ook te vroeg was. Het was niet helemaal gebalanceerd. Hallo, een retourtje alstublieft. Een retourtje mevrouw, dat kan. Alstublieft. Ja, de volgende halte, dat is de Herman, of het Herman Franke Instituut. En Herman Franke was een beroemde criminoloog. Net zoals Wouter Buikheuzen. Die later antiekhandelaar is geworden omdat hij een wat rare diagnose had gesteld. Maar als je daar meer over wil weten, zoek het op internet. Zie je, ook dit gedeelte moet nog worden ingericht. Hallo. Hallo. Hi. Dag. Zijn we dus een soort randgemeente van Waalstad, Essenburg heet. Ja, nu eigenlijk wordt Fleetburg een soort Rotterdam situatie, Rotterdam, Vlaardingen, Maastricht, Schiedam, dat soort Maastricht, nee Maastricht, ja, dat zeg ik nou weer, Maastricht.
De volgende halte is de Graat van Roggenstraat. Kijk, daar moet ik iets ophouden, dat is duidelijk. Ach, dat soort dingen kom je echt alleen maar als je zelf een beetje rond bent. Hey, gozer! Hey! Hallo! Hallo! Nou, ik zit al wel redelijk vol. De volgende halte is Smitswater. Voor degene die goed kijken, die zag dat er een paar stoeprandjes missen. Klopt ook inderdaad. Nou, dit is geheel en al gebaseerd op de sluizen bij Leidschendam. Vrije interpretatie uiteraard. Is daar allemaal wat nauwer. Ik dacht van nou, we moeten met de bussen langs, dus laten we het zo maar doen. Ja, je mag hier weer. Hallo. Hallo. Tag. Ja. Een retourtje graag. Dat kan, oma. De volgende halte is de Essenburgse Hoofdstraat. Ja, verlichting moet ook nog her en der worden aangebracht, zoals hier bijvoorbeeld. Dan moet jij nog een middenwerkje aanleggen. Dat is een beetje ruim hier zo. En hier gaan we Waalstad in. Hier zo direct in de hoek. De volgende halte is de Hildo Kroplaan. Daar hebben we een uitstapper. Hey, gozer! Hey! Ja, en dit is weer een vrije interpretatie van iets in mijn eigen buurt, de Houtwijklaan in Den Haag.
volgende halte is de Essenburglaan. Dat is de laan waarop wij nu aan het rijden zijn. Het zijn mooie stoplichten van Let's Be Paint, maar ze zijn wel een beetje vaag. Zo. Bijna verkeerd. Dan heb ik het notabene zelf gebouwd. Hallo hè. Hallo. Hey. Hi. Dag. De volgende halte is de Haveltestraat. Oh, trouwens, hij doet het wel in isolement, veel te zeggen, dat is het. Ik hoorde het heel ver te horen. De omroeper. Dus ik moet die dingen een beetje opblazen. Ik denk alsof ik een terrorisme, dat is niet te doen. Qua geluid. Oh, heb je even wat moeite met de vreemdheid? Zullen we allemaal maar even wachten? Hallo! Een retourtje. Een retourtje, alsjeblieft. Dank je, Sjoerd. Kein dank. En de volgende halte is de Steenwijklaan. Al de sprites die hier zitten, die zijn allemaal door mij gemaakt. Maar goed, dit gedeelte is ook al bekend uit eerdere introductiefilmpjes van Euregio. En Euregio is dus nu onderdeel geworden van Vlietburg. Een aparte versie van Vlietburg, Vlietburg Extreem. De vraag is of die uit gaat komen, daar gaan we pas later over beslissen. Als die uit gaat komen, dan zou je er nog wel veel andere add-ons voor nodig hebben. Is behoorlijk wat spul in verwerkt. Hey gozer! Hey! Hallo. Heeft u voor mij een toertje? Ik heb voor jou een toertje. Niet genoeg is voor. Nee, dat klopt. 5, 6,
blij hoor. Met deze. Heel graag een retourtje. Heel een retourtje ook, oh, wel. Dank je wel. Geen dank. Oh ja, dat is nieuw of dat nou. Nee, nog steeds niet. Geen idee. Ik moest volgens mij nog iets in het moneypack aanpassen. Misschien had ik het ook al van gedaan. In ieder geval, daar liggen bij in Hamburger City Haven, liggen daar bankbiljetten. En die heb ik hier niet. Dat is wel lastig als je grote coupures krijgt. Gaat goed komen. En de volgende halte is de Veenhuizen. Voor de oplettende kijker, we zitten dus in de buurt met allerlei Drentse plaatsen. Ja, je mag op deze baan blijven. Als bus en dan ga je gewoon hier naar links. Stoplichtjes plaatsen zoals je ziet. En de volgende halte is het Barbarossaplein. Staat te wachten. Nee, hallo. Nee. Hallo. Een normaal vaarschijn, bitte. Een normaal vaarschijn. Dankeschön. Fijn dank. Nou, ik ben ineens 2 minuten te laat. Dat was ook het geval met de AI-bus gisteren. Dus het kan zijn dat er ergens in tijd, timetable iets niet goed zit. Tijden tussen de haltes worden automatisch aangemaakt. Dat kan je ook handmatig instellen. Maar soms, zeker als er wat rare spleintjes tussen liggen, dan. Hallo. Dan kan het wel eens misgaan met die tijd. Nou, dat moet ik even controleren. Ik ga niet beweren ontzettend dat ik zelf rare spleintjes maak. Maar. Ik vind die drop wel een beetje raar ineens. Volgende halte, en dan komen we in Nijmeegse wijken, is de Meester Frankenstraat. Vanaf hier is het de knipoog naar Nijmegen. Naar het Havanna aan de Waal. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. De volgende halte is het Valkhof. Ja, in Nijmegen zou je hier rechts de Waalbrug hebben.
Hoi. Een retourtje. Als je dat kan. Alsjeblieft. Ja, voor mij graag een heen- en terugkaartje. Een heen- en terugkaartje. Je krijgt er maar één hoor, maar even kijken. Volgens mij maakt u een foutje. Ja, dat niet. Ja, hier gaan we dus echt een soort Nijmeegse gebeuren in. Nou, het rijdt weer een lookalike. De volgende halte is het Kefkenbos. Dan gaan we het maar weer eens proberen. We hebben een persijntje. We gaan het even laten. Ik laat ook mijn motor nog af. Geintje. Die knurft heeft voorrang, maar die gaat verdwijnen waarschijnlijk. Ja, zie je, dat is het wel. Daar zit iets mis. En de volgende halte na dit avontuur is het Raadhuisplein. 30 kilometer zon hier, dus Ruabita. Tussen zijn we flink aan te laat aan het komen. Ja, deze straat moet nog een beetje aangekleed worden, ook met mensen, want het ziet er natuurlijk niet uit voor een winkelstraat. Een normale Fahrschein, bitte. Een normale Fahrschein, wel zien. Alsjeblieft, jongeman. Dankeschön. Oh, dankeschön. Hallo. Hallo. Nou, dit is het raadhuis. Gezellig een orkestje daar zo. Nou, wat doe je nog meer? Volgende halte is Plein 1944. Ja, dan moeten we even tussendoor. Ken het. Perron 2. Ja, dit is even een spannend buurtje waar het plein is. Volgende halt is in de Betouwenstraat. Mocht je ook eens in Nijmegen komen, daar heb je een hele goede bistro de Bok. Gratis reclame voor ze in deze bus.
Nou, het is helemaal wat moeilijker. Hoi. Hallo. Oh, dag chauffeur. Hallo. Dag. Hairless. Volgende halt is Zingel Theaterplein. En voor dit stoplicht hier heb je veel geduld nodig. Nou, dat valt mij dit keer. Voetgangers stoplichtje kan ik niet in. Stoplichten plaatsen is echt een drag. Ja, hier staan een verzameling redelijk zware gebouwen. Hoor je hem? Je hoort hem in de verte wel, maar hij is gewoon te zacht. Dat verschilt ook per bus trouwens. Tja, even rechtdoor verderop houdt de wereld op. Dat gebeurt zonder dat er een zevende advertist aan te pas is gekomen. Dan hoef je alleen maar gewoon een taalvorming niet meer voor weg te halen. En de volgende halte is Waalstad Centraal Station, eindpunt van deze lijn. U wordt verzocht bij het verlaten van het voertuig. Sorry, ja, nee. Vooral te passen dat u uw kinderen, uw spullen en alles meeneemt. U telefoon loskoppelt uit de beschikbare USB-poorten en vooral verder geniet van onze busmaatschappij die u overal heen zal brengen, waar u maar wilt. Nou ja, links is nog steeds niks, maar ook van via de, laten we zeggen, noordkant wil ik een verbinding naar Vlietburg maken, dus zodat de twee lijnen van Vlietburg rijden richting Waalstad naar dit station. Ja, ze doen het ook nog. Geweldig. Nou ja, dit was dan een kijkje in de work in progress. Vlietburg Extreme, uiteraard met de knipoog naar mijn Spando Extreme mappen. Omdat deze dan weer toch weer vergroot wordt en dan de grens van de 600 taalschaal passeren. Is niks vergeleken bij Roergebied, maar ja, dan moet ik even gaan gokken waar die cube is. Dat hebben we nog niet aangegeven. Nou, waarschijnlijk hier zo, volgens mij ergens. Nou, ik ga eens kijken. Ja, kijk.
Oké, we was te laat. Ja, dat was duidelijk. Ik heb het niet helemaal afgemaakt. Oké, nou, ik zou zeggen... ontzettend bedankt voor het kijken. Het klopt niet helemaal met de deur die ik heb. Zo, dat is beter. Bedankt voor het kijken. Ja, hoe dit allemaal verder gaat, dat zal de tijd leren. Misschien komt hij uit, misschien komt hij niet uit. Dat hangt een beetje af van de medewerker van Joker Face, met wie ik dit samen ga afronden. Zij zegt van nou, ik vind het leuk om te publiceren, dan doen we dat. Weten dan wel dat er zowat alle beschikbare payware add-ons die er zijn, zitten ook in deze map verwerkt. Dus je hebt er een hoop voor nodig. Het zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Maar goed, dat is een keuze die gemaakt wordt. En nou ja, daar kan je mee leven of niet mee leven. Ik hoop dat je het, deze video informatief vond. Tot de volgende keer. Ciao.